Dag beste maloten en beste tunnelvisionairs. Hartelijk welkom bij een nieuwe Hints en Theorieën video hier op het kanaal van WIDMTV. Ben je voor het eerst? Ram dan even op die abonneerknop. Want bij 10.000 abonnees geef ik dit jaar maar liefst 2 groene vrijstellingen weg. Er is weer een nieuwe aflevering op tv geweest en dat betekent dat ik die aflevering weer ga nabespreken met een oud kandidaat, een oud mol. Laten we beginnen. Peggy, hartelijk welkom. Samen met jou mag ik aflevering 7 van Wie is de Mol seizoen 21 gaan bespreken. Heel erg bedankt daarvoor. Ja. Laten we eens beginnen. Wat vond je van de aflevering? Of wat vind je überhaupt van het lopende seizoen nu? Ja, ik vind het natuurlijk heel leuk om weer te zien wat van opdrachten er weer allemaal verzonnen zijn door Rick. Want het is toch ongelooflijk knap dat je al zoveel jaar aan een stuk, hè, 20 jaar lang, 21 seizoenen, gewoon iedere keer weer nieuwe spellen kunt bedenken. Ja, dat is briljant. Dus daar geniet ik erg van. Ik vind Tsjechië erg mooi. De beelden zien er prachtig uit. Ja, het is toch altijd weer even wennen. Nieuwe kandidaten, denk je, oh, wie zijn dat? Dan moet je kennen en dan ga je erin mee. En dan, dat vind ik dus iedere keer zo lastig. Net als je iedereen weet te waarderen, dan moet er weer eentje afvallen. Maar ja, dat is ook als je zelf in het spel zit. Dus ik geniet er wel erg van. Ja. Laten we gewoon aflevering 7 er eens even bij pakken. De afleveringstitel was Aanwijzing. Ja. Ja, dat zit in elke opdracht zit wel ergens een aanwijzing. Ja, precies. Daar kan je eigenlijk niks mee. Wow. Nee, ik heb 2 dingetjes opgeschreven die ik dan het meest logisch zou vinden. Als dat in aflevering 10 dan blijkt dat dat bij deze afleveringstitel hoorde. Charlotte die wees zichzelf aan natuurlijk bij opdracht 3. En die opdracht heette ook nog eens aanwijzingen. Dus dan heb je de afleveringstitel is aanwijzing. En opdracht 3 heette aanwijzingen. En Charlotte die wees zichzelf die hele tijd aan. Ja. En je hebt Rick bij de executie. En die gaat een heel verhaal houden. Terwijl ik op dat moment dacht, waarom nou dit verhaal? Het klopte niet of zo. Het hoorde er niet bij, had ik het idee. Wat was het verhaal ook weer? Ik weet het niet meer. Nou, midden in dat verhaal zegt hij, met een mol in jullie midden. Met een uiteindelijke winnaar. En de volgende afvaller. Zoiets was het. Maar ik pakte daar dan weer heel erg uit met de mol in jullie midden. Ja, en René zat wel echt perfect in het midden van alle kandidaten die voor zijn neus zaten. Dat doen ze natuurlijk ook om verwarring te zaaien. Dan gaan ze expres een beetje slachtige presentatieteksten verzinnen, waardoor iedereen denkt, haha, dat wijkt af van wat er normaal is. Dus zal het wel een aanwijzing zijn. Aanwijzing. Maar dat, ja, het is zo verschrikkelijk moeilijk. Ik heb nu 2 keer echt mee mogen doen. Ik zat 2 keer in dat spel en ik wist het nog steeds niet. Nee. Dus ik denk altijd, hoe moet ik het dan weten als ik zit te kijken? Dat kan ik gewoon niet. Opdracht 1 gaan we dan naartoe. Steen goed. Met een spatie tussen steen en goed. Oeh, al die spaties. Leuk bedacht weer. Hè? Jawel. Ik heb daar een aantal dingen opgeschreven. Iedereen staat bij heel veel opdrachten in deze aflevering toch echt wel op een goede positie. Bijna alle kandidaten staan op een perfecte molpositie. Dacht ik, Charlotte heeft zichzelf de beste positie toegeëigend. Want ja, die codes, wie ziet wat zij... Wat ik heel vreemd vond, was dat zij in eerste instantie die 4 codes even zo uit haar hoofd tetterde. Dat was ze 1 keer had gehoord. Ja. En toen lezen ze uit haar hoofd. En Splinter, die was na 1 code al helemaal in de war. Dus die had zoiets zo rustig. Terwijl zij ze nog eens op de gemak hier helemaal uit haar hoofd deed. Daarna had ze wel die bordjes bij zich. Ja, die plaatjes, ja. Oplezen. Maar ik dacht wel, zij zit ze wel iets te hard er doorheen te duwen. Zonder echt te wachten op, ik heb het begrepen, ik heb het gehoord. Ze had daar weinig geduld in. Ja, heel weinig, ja. Ik vond dat heel verdacht gedrag. En ze had een uitstekende positie. Maar ja, later bedacht ik me ook, je kan bij dat hakken, kan je ze ook natuurlijk niet vinden. En je kan die brokken aan de kant gooien en zeggen, nee, dit is echt maar dit hoor. Ja. En bij dat goed om, dat was goed omhoog. Ja, je kan inderdaad elke positie mollen en niemand kan elkaar zien. Je kan elkaar niet in de gaten houden. Ik heb ook opgeschreven voor mezelf. Waarom geeft de groep iedereen zoveel vrijheid? Dus iedereen kan op zijn eigen eilandje doen waar hij zin in heeft. Omdat in de heat of the moment ben je eigenlijk vooral bezig met die opdracht zo goed mogelijk te doen. Hè? Allemaal. Klopt, ja.
Ja. Dus volgens mij ben je daar dan op een gegeven moment, want ze gingen eerst wel samen naar die lockers, maar op een gegeven moment merk je, oh, het is toch handig als iemand alvast dat wasgoed gaat ophangen, dan kan ik die lockers doen. Dus ik denk dat dat gewoon niet zo goed voorbereid is, maar je rolt erin en dan gaat het zo. Ja. Dat was op een gegeven moment ook met die opdracht met die kisten, dat werd op een gegeven moment ook een beetje chaotisch. Iedereen ja. En gaandeweg ontdek je vaak ook, dat is ook mijn ervaring, waar je dan beter in bent. Ja. Of die is beter met cijfers zoeken snel, of die is beter met... Nou, voor heel Nederland, als we de appspelers mogen geloven, is Charlotte de Mol. Maar die, in mijn ogen, die wil alles controleren. Dus onder dat vlot, toen ze op dat water zaten met dat vlot, waar ze al die kokertjes moesten pakken toen, gaat zij helemaal aan het einde van de opdracht, gaat ze ook nog even onder dat vlot kijken. Want ik vertrouw het niet. Ik ga toch nog eens even kijken. En dat zal de Mol nooit doen? Nee, lijkt mij niet. En bij deze opdracht ook, eerst zit ze in de mijn, dan denkt ze na 10 minuten of een kwartier, dat weten we niet precies, denkt ze, ja weet je wat, ik heb het hier wel gezien, ik heb hier wel gezien wie er wat aan het doen is, ik wil bij die rest gaan kijken, want anders heb ik niet genoeg info straks voor mijn test. Tenminste, zo komt het op mij over. Ze staat... Ja, ze staat ook wel heel fanatiek in het spel en ik denk dat de Mol eigenlijk veel eerder, hè, dat was bij ons ook, bij Jeroen, die was heel erg op de achtergrond. Heel rustig, ja. Heel rustig. Ja. Verder heb ik opgeschreven bij deze opdracht, iedereen is mols, iedereen staat op een fijne molpositie. Charlotte die wisselt dus halverwege. Je kunt zeggen, dat is de mol die op elke positie even wil checken of alles wel misgaat. Dat kan natuurlijk ook, dat is een mogelijkheid. Maar ja, voor mijn gevoel komt dat niet zo over. Ik vond het toch wel weer echt een goed bedachte opdracht, hoor. Ja, zeker. Uitbikken en zie ik ze ook allemaal in de weer dat ze dat allemaal hebben moeten maken met zo'n hok modder, met zo'n plaatje. En hoe ga je dat dan zo hard maken, dat het allemaal voor die hele praktische dingen. En ik heb toch ook altijd heel vaak, dat had ik ook daar, dat je dan denkt, hè, wat moeten we ook weer, wat, hoe zit dat ook weer? Want ze hebben dus die nummers en die correspondeert met een locker en daarin zit kleren. Die kleren die moeten naar boven en die moeten dan individueel omhoog worden getakeld. Maar daar hingen sowieso ook al kleren. En wat was daar dan mee? Dat vat ik niet helemaal. Nee, dat is mij nog steeds niet 100% duidelijk. Volgens mij was het zo dat als ze een blauwe lange broek hadden, bijvoorbeeld uit die locker, dan moesten alle blauwe broeken omhoog. Volgens mij. Want op het einde van die... Want er zoveel meer kleren dan dat er kleren uit die lockers waren. Ja. Dus Rick zei ook op het einde, jongens, er hadden 83 kledingstukken nog omhoog. En toen dacht ik, hè? Maar hoe dan? Ja. Hoe werkt deze opdracht? Ja. Nou, het zag er zo mooi uit. Het had iets heel spookachtigs of zo. Iets uit het verleden, dat er allemaal alsof dat soort de zielen hangen van al die mijnwerkers die daar ooit hebben. Ja. Dat vond ik heel spookjesachtig eigenlijk. We zien nu toch wel echt heel vaak stenen in beeld. En dan kun je zeggen, ja, dat is wel heel makkelijk gedacht en dat is wel heel flauw. Ja, we hebben dobbelstenen, ze abzeilen van een stenen muur. Ze kanoën door een natuurstenen grot. We zien droneshots elke aflevering van hele mooie natuurstenen. De opdrachttitel was Steen goed. En ze slaan stenen kapot in een mijn. We zouden er eigenlijk heel dik bovenop liggen, vind je niet? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, in het seizoen van Merel zagen we heel veel vogels. In het seizoen van Suzanne zagen we heel veel vissers en vissen. In het seizoen van Margriet zagen we heel veel bloemen. In het seizoen van Klaas zagen we heel veel kruizen. Het past wel. Ja, maar dat dacht ik ook de vorige keer bij Nicky. Dan ging het over steenrijk en spiegel en weet ik van wat allemaal. Dus bij alles wees eigenlijk naar Nicky. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Dat kan ook weer verhaal kunnen zijn van productie. Ik denk, zij heet Rocky, dan gaat vast iedereen dat het Rocky is. Maar misschien is het wel zo en denken we, jezus, wat stom. Ja, of dan denken we in aflevering 10, ja, daar. Kom op, hoe is het? Ja. Opdracht 2, zinvol. Ja. Ja, jongens, dit is ook weer zo'n opdracht dat je denkt, ja, maar alles kan hier gewoon... alles kan hier gewoon verdacht zijn. Ja. Charlotte is wel de grootste storezender van deze opdracht. Dat is... die binnenmaken, die eisten dat weer op. Maar het kan ook gewoon een karaktereigenschap zijn. Dat je inderdaad controle wil en het wil overnemen. Het was weer een grote chaos, want... Ja, Luc raakt woorden pakken en dan maar denken, we zien wel. Ze hadden dat natuurlijk inderdaad wat slimmer aan moeten pakken. Ja, maar volgens mij was het ook... Ja, ik ben ontzettend aan het tunnelen op Rocky. Maar
Rocky besluit gewoon, die zit heel snel in de trucks. En die besluit gewoon, weet je wat, we gaan gewoon kisten pakken en dan ja, zien we het wel. En er moeten daar in ieder geval kisten naartoe. Zij is de eerste in ieder geval die daarmee begint. Nou, dat is als mol heel slim. Gewoon zoveel mogelijk nonsens meepakken en zoek het maar uit daar. Wie besloot, want dat kreeg ik niet helemaal mee, waren dat nou verschillende vakken? Wie besloot wat in zin 1 moest komen, 2, 3 of 4, 5? Dat werd niet door de kandidaten besloten die de kisten meebrachten, maar dat werd echt door de personen die daar stonden. Die moesten dat maar, ja, alle kisten mogen overal naartoe. Je mag ze onderling nog wisselen als je zin hebt. Maar als dat toch het geval is, dan had je toch veel meer keuzemogelijkheden? Want ik vond absoluut. Waren zo krom, dat ik dacht, ja. Nee, hoe kan een splinter inderdaad, een schrijver, iemand die heel veel met taal kan... En Charlotte de journalist, ja. En die zichzelf dan heel briljant vindt met een zin, de afvaller, bla bla bla. Terwijl ik dacht, hè, dat was ook helemaal geen goede zin. Totaal. Nee, de afvaller Rocky is een rood scherm, of is waarschijnlijk een rood scherm. Toen dacht ik ook, ja... Ik daar wel oprecht trots over zijn. Ja, ik had een hele briljant idee. Nee. Maar het stomme was, ze hadden halverwege die opdracht. Toen stonden er een paar zinnen dat ik dacht, nou, dit zijn gewoon perfecte zinnen. Moet je niks meer aan doen. Niks meer aan toevoegen, geen kist erbij, geen kist eraf. Niks meer aan doen. Dus als je die twee gewoon lekker laat, en dan ga je met die drie ga je verder. Nee. Vier kromme zinnen gemaakt, terwijl je had er inderdaad drie goeie en dan had je twee ontzettende onzinzinnen. Ja. Die had je toch niet meegeteld. Nee, dan had je met 14 blokken met woorden die allemaal nergens op slaan. Ja, precies. Daar had je afval in kunnen gooien en die andere zinnen gewoon echt goed kunnen maken. Ook al was het een kortere zin, maar dan je had wel iets wat klopte. Nou, precies. Dus zou je kunnen zeggen bij deze opdracht, Charlotte... die bepaalt eigenlijk alles als het op de zinnenbouwen aankomt. Splinter staat daar ook. En die gaat daar eigenlijk 0,0 tegenin. Dat is ook raar. Dus waarom gaat hij daar niet tegenin? Moeilijk, het is zo moeilijk. Ja, het is moeilijk, ja. Maar René, die zag je weinig, vond ik, in deze opdracht. Die was af en toe een kistje aan het inladen. En die had alle tijd van de wereld, zo voelde dat. En die... ging dan woorden op bestelling zoeken. Dat vond ik ook zo gek. Ja. Charlotte vraagt op een gegeven moment... Ja, terwijl ze wisten dat het er niet lag. En dan maar blijven zoeken dat je... Nee, Charlotte vraagt om het woord met. Die wil per se het woord met. En daar wordt ook echt in de montage wordt daar bijna 10 minuten aan besteed. Aan het woordje met. Terwijl dat wij als kijker weten, ja... Luister, dat woord dat ligt er hoogstwaarschijnlijk sowieso niet. Dus... Ik weet niet wat je... Maar dan zoek dan een ander woord wat ook kan. Waarom moet het per se het woordje met zijn? Ja, maar dan gaan ook nog eens Rocky en René, die dat woord dan gaan zoeken, zogenaamd. Die gaan daar dan gewoon in mee. Maar dan denk ik, als jij Rocky en René bent, dan kun je ook zeggen... Nou, Charlotte, dat woord hebben we niet gezien. Kun je niet beter een ander woord? Welk woord past daar nog mee? Dat doen ze ook niet. Nee, want dus de laatste 10 minuten zijn ze volgens mij daarmee bezig. Alleen maar een stomme woordje vinden. Ja. Maar ik had het idee dat Rocky het gewoon vooral heel leuk vond om door die plassen heel hard te rijden. Zeker. Altijd als ik zit te kijken naar Wie is de Mol, dan kijk ik altijd, aan welke kant zou ik hebben willen staan? Ja. Het gaat niet zozeer om een hele strategische positie, maar meer om de ervaring. Ja, precies. Ja. Ook in de jeep willen racen daar. Ja. Het water nemen. Ja. In plaats van een paar kistjes tillen voor een zin. Ja, denk nou, precies. Ik weet wat ik leuker had gevonden. Maar dus zou je dus kunnen zeggen dat iedereen bij deze opdracht echt wel weer verdachte dingen doet. Behalve misschien René, die gewoon naast Rocky in de auto zit. En verder gewoon, maar doet. Maar weet je, het kan natuurlijk ook zijn als je ziet dat de rest ontzettend opdracht aan het verkloten is. Dan hoef je niks meer te doen. Dan hoef je niks meer te doen. Nee, precies. Laat de anderen zich maar verdacht maken. Ja, we gaan maar naar opdracht 3, anders komen we er nooit meer uit. opdracht 3, aanwijzingen. Ja, ik vond het een fantastische opdracht. Het was sowieso heerlijk om te zien. Ik dacht nog heel even, waar is de uitleg? En toen begon die en toen dacht ik, nou snap ik wat de uitleg er niet is. Maar ik had het superleuk gevonden om te doen. Dat is een hele leuke opdracht. Ik ben er ook best wel goed in, al zeg ik het zelf. Liedjes uitleggen. Ja, zeker. Nou ja, wat dat betreft is het jammer dat er waarschijnlijk dit jaar ook weer geen Molfandag is. Want anders was dat een van die opdrachten geweest die je op de Molfandag had kunnen doen waarschijnlijk. Ja. Ik had nog wel één gedachte over het feit dat we geen uitleg hebben gezien van Rick. Over deze opdracht. Want wij als kijker hoorden pas achteraf... Ja, er hebben een paar van jullie staan te playbacken. Ja, en dat mag natuurlijk niet. Dat was de afspraak. Daar kunnen we niet goed rekenen. Dus die worden sowieso niet goed gerekend. Dat wisten wij.
terwijl we aan het kijken waren, wisten we dat nog niet. Dat had je kunnen bedenken natuurlijk, maar op zich wisten wij dat niet. Splinter, ja, die gaat als een van de eerste uitbeelden en die gaat meteen helemaal playbackend los. Met Dancing Queen en met... nou, hij gaat gewoon helemaal los. Op dat moment denken wij nog, oh, die is echt goed bezig. En dan helemaal aan het einde van de opdracht horen we, ja, die had niet meer ook playback. Dus toen dacht ik, wie heeft er nou het heftigste staan playbacken? Want dan is dat hetgene waar je eigenlijk alleen maar naar kunt kijken. Nou, dan is dat René inderdaad en Splinter. Die hebben met z'n tweeën het meeste staan playbacken. Dan valt er nog iets op. René, die gaf altijd pas het goede antwoord. Dus op het moment dat zij op het bankje zat, gaf ze altijd pas het goede antwoord nadat haar medebankkandidaat dat antwoord had gegeven. Dat ze zei, oh ja, 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 inderdaad, inderdaad. Dus die was heel erg afleidend bezig. Dat is ook niet de eerste keer dit seizoen dat ze dat aan het doen is. Nee, en Rocky, die ging vooral dansen op de maat. Terwijl je denkt, ja, hier heb je niks aan, want dat kan van alles zijn. Dat en bij... is eigenlijk niks. Maar ja, het is natuurlijk ook wel... valt het een beetje binnen je... Daarom had ik eigenlijk meer van René verwacht. Als acteur ben je best wel gewend om dingen uit te beelden. Dat meteen ook standtepeden te kunnen doen. Om te kunnen produceren. En toen dacht ik, dat je dat niet zo heel sterk deed in deze. Nee, precies. Nou, en heeft ze ook nog Why Tell Me Why. Daar was ze dan wel heftig, heftig mee bezig. Maar ook aan het playbacken. Dus die telde ik al niet mee. Maar je hoorde op een gegeven moment... Later hoorde je het gewoon... Hoorde je zo... Why tell Why? Ja. Zij was er daarna handen in onschuld door te zeggen van ja, er zijn natuurlijk mensen bij playback. Ja, dat gaat dan vanzelf. Ja, en ze zegt niet als ze in dat groepsgesprek zit van oh, dat ben ik geweest. Maar wij hebben allemaal gezien dat zij het is geweest, met name. Ja. Ze geeft het dan wel toe in de biecht. Maar ik heb wel het idee dat het redelijk bewust was. Daar zat ik weer heel erg op René. Ja, test en executie. Splinter, die zegt dat hij op René en op Rocky zit, zoals hij al een aantal afleveringen zit. Hij zit de afgelopen afleveringen, als we de montage gewoon eventjes voor waar aannemen, zit hij voornamelijk op René. Hij zet geen van zijn twee jokers in. Ben je dan ontzettend dom op dit stadion? Want ja... Of je hebt heel veel zelfvertrouwen. Ja, of je bent de mol. En je denkt, weet je wat, ik ga de perfecte, briljante kandidaat uithangen en dan... Het steeds meer waard en hij denkt, ik denk echt dat ik goed zit, ik hou ze nog eventjes voor het geval dat je bij de finale, want dan weet vaak iedereen echt wie de mol is en gaat erover, wie heeft de meeste antwoorden goed. Als je ze dan inzet, heb je natuurlijk een hele grote kans dat je dan wint. Ik dacht dat dat een ongeschreven regel was, dat je vrijstellingen en, nou ja, vrijstelling doet sowieso niks in de finale natuurlijk, maar volgens mij mag je je ook in de finale niet inzetten. Dus ik denk dat hij hem dan in de halve finale moet inzetten. Daar leg je de vinger op mijn zere plek. Want ik heb het twee keer net niet mogen meemaken. Dus ik weet het niet. Ja. Ik was daar niet, weet je wel. Tommy. Ja. Oké. De test. Splinter zet op René en Rocky in dus. René, die zegt mijn hoofdverdachte is Marije. Ja, dat is heel raar. Helemaal nu. Dat is gewoon heel gek dat zij er nog steeds is dan. Want ze zegt, ik zet het meeste in op mijn hoofdverdachte Marije. En ik zet een beetje op Charlotte in. En ik zet een beetje op Rocky in. Dan ga je op drie mensen inzetten waarvan één de afvaller van de aflevering is. En dan ben je er nog. Nou, oké. Okay. Ja, het kan. Dan hebben we Rocky. Die zegt, ik zet op René in. Nou, dat doet ze ook al drie afleveringen. En die is ook al gewoon drie afleveringen door. Dan hebben we Charlotte. En die gaat nog steeds op drie. Wat ik wederom echt niet begrijp. Splinter, Marije en René. Ja, en Marije gaat op Charlotte. En die is naar huis, maar die zit al twee of drie afleveringen op Charlotte, geloof ik. Maar je hoeft maar net één vraag die toevallig geldt voor de beide mollen die je in je hand hebt goed te hebben. Je hoeft maar net de test even wat sneller te maken dan je buurman of buurvrouw. Ja. Het hangt ook, want ik heb ook diverse malen ben ik soms volledig op iemand gegaan die eruit ging. Ja. Waardoor ik echt dacht, ik word gek. Ik word nu echt gek. Ik heb het idee dat ze een spel in een spel bij mij aan precies. Ja, ja, ja. Ik wil die eruit gooien waar ik vol voor ga. Dus het is heel erg moeilijk in te schatten wat hem dat nou precies is. Ja. En als jij hebt lopen spreiden op drie, maar je hebt het merendeel van de vragen toch op de juiste ingevuld. Per ongeluk, ja precies. Ja, 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 ja. Kijk, Marije die zit al drie of vier afleveringen onder andere op Charlotte. Nou, dan mag je ervan uitgaan dat als je al zo lang op Charlotte zit... Dan ga je alles van Charlotte in de gaten houden en van de rest niet echt. En zij ligt eruit. En zij ligt eruit. Ja. Vorige week,
toen zij het scherm niet hoefde te zien. Die reactie die ze toen gaf, toen zei ik al, oké, Marije is niet de mol, punt. Daar zit ik altijd het meest op te letten. Ja. Hoe zitten mensen bij hun schermen? Nou, kunnen we het dan even over Rocky hebben? Die bij elke executie in de open houding zit. En hup, benen open, houding open. De gezicht, één grote bonk rust. Klopt, maar ik denk dan ook weer, ze is een sportvrouw. Die is ook gewend om met teleurstellingen om te gaan. Als jij als sportfiguur enorm daar zit op te winnen, dan heb je ook niet, denk ik, een hele lange carrière in de sport. Dus ik denk dan, dat zit in haar karakter. Zij is gewoon een hele relaxed, easy, layback en maakt zich niet zo druk. En wel fanatiek, maar op de achtergrond. Het kan ook gewoon weer een karaktereigenschap zijn. Ja. Ik zie bij Charlotte denk ik wel echt oprechte spanning te zien die van haar af glijdt op het moment dat ze een groen scherm krijgt. Ja, die lijkt altijd heftig over de top te reageren. Ook als er geld verdiend wordt, ja! En als er niks verdiend wordt, ah! en als ze door is, wauw! Het is altijd super over de top. En ik denk dat dat een soort van maskeren dingetje is van, oké, ik moet niet laten merken dat ik hier met knijten veel spanning zit. Ik ga nou eventjes iedereen laten zien dat ik heel blij ben. Ja. Ik ben na een spelletje ook altijd. Zo in de vuur van dat. En als je fanatiek bent van aanleg, dan dat moet er ook weer uit, weet je wel. Ik denk dan, weet je, René is de hele tijd de meest op de achtergrond. Die is niet zo vaak in beeld. Nee. Ik vond het opvallend dat nu, iedere keer was Marije heel veel in beeld. Zij was iedere keer degene in de voice-over die de opdrachten uitlegde. Ja. Dus ze kwam heel veel aan bod. En dat is toch vaak zo in de edit, dat er best wel gefocust wordt op diegene die er dan daarna weer uit is. Ja, of die aflevering of de volgende aflevering. Ja. Precies. En ik denk bij René, die zijn niet zo heel vaak aan bod. Zij en Rocky zijn best wel... Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik vond dat deze aflevering voor het eerst eigenlijk pas Rocky echt tot de recht kwam. In ieder geval in de montage. Dat ik dacht, Rocky bestaat ook echt nog wel als kandidaat. Oké. Ja. En dat was de eerste keer in 7 afleveringen. Nou, dat vond ik best heftig. Ja. Maar want kijk, als jij niet heel bloemrijk kunt vertellen, dat is ook waar. Het liefst iemand die helemaal in geuren en kleuren de opdracht kan uitleggen en dat heel goed kan verwoorden. Ja. En als dat bij haar net even wat minder handig loopt, ja, dan word je niet gekozen in de edit. Nee, dat klopt. Ik zit eigenlijk op Rocky en René. Ja, dan kunnen we daar heel kort over zijn, want ik zit ook op Rocky en René. Ja, precies. Ja. Doet René dat niet ook allemaal? Dat ze zegt, ik hoor het niet, versta het niet, ik kan het niet lezen, ik moet mijn bril, weet je wat? Volgens mij zet ze het in. Ik denk dat het echt zo is, maar dat ze het wel even iets meer aandikt. Dat denk ik, ja. Je houdt zich af en toe een beetje van de domme. Ja, een beetje het Milushka-effect, alleen dan wat minder overduidelijk, in mijn ogen. Ja, precies. Ja. En ik zou het wel mooi vinden dat zo'n beetje zo patras familias, maar dan de vrouwelijke kant, dat zij dan de mol is. Dat zou ik eigenlijk wel heel erg leuk vinden. Ja, en dit is ook iets waar ik het met meer mensen over gehad heb. Vaak zie je dat de oudste persoon van de groep, die valt vrijwel zonder twijfel of als eerste of als tweede en heel misschien als derde valt hij af. Maar heel vaak als eerste. En zij zitten gewoon nog steeds in. Daarom. Iets daaraan voelt gewoon niet helemaal kloppend of zo. Nee. En ze is er zelf ook niet verbaasd over dat ze er nog steeds in. Ik appte nog even met Tigo. Ja. En ik vroeg aan hem, wie zit jij? Toen zei hij, Rocky, vanaf het begin al. Ja. En dan merk ik dat ik ook weer neig van, ja, hij heeft gelijk. Ja, maar zou je dan als je weet dat je de mol bent, niet iets van een poging doen om jezelf wat verdachter te maken? Ja. Of ik bedoel, wat meer spanning te veinzen? Nou, ja, weet ik niet. Kijk hoe goed Jeroen jij bij ons. Want als ik terug... Dat klopt. Dat klopt zeker wat je zegt. Ja. Maar ik denk, tot nu toe zijn alle mollen, met uitzondering van seizoen 20 Rob de Kei, die was zanger, maar alle andere mollen zijn of presentator geweest, of acteur geweest, of actrice geweest. Allemaal. Letterlijk, zonder uitzondering. Dus die weten hoe ze
zoiets moeten opzetten. Stel nou dat Rocky het is, dan breken ze voor de tweede keer pas met die traditie van acteur, actrice, presentator, presentrice. En dan zou het een sportvrouw zijn. Wat op zich top zou zijn, maar die heeft niet per se, denk ik, dat ze heel erg na zit te denken over, oh ja, hoe moet ik nou spelen, of hoe moet ik nou doen, of hoe... die komt niet uit dat wereldje, denk ik. Nee. Oh, ja, het is... Je, je kunt overal na zitten, hè. Het houdt op, de mindfuck. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Nee, dat is het lijflied van Wie is de Mol, ja. ik heb nog één vraag. Want het heeft de montage nooit gehaald. Ik deed altijd Caries van Houten na. En dan zei ik, houd het dan nooit op! Ja, precies. Maar ik ben er nooit ingekomen. In de wc-hokje. Ja. Dan werd je weer wakker en dan dacht je, oh, wie is het nou? Ja. Ik vind het echt helemaal niet meer nu. Nu ben ik echt in de war. Nou, dan weet ik het echt niet meer. Houd het niet dan eens. Nooit op! Oh, ja. Zo mooi. De laatste vraag die ik even voor je heb. We hebben in ieder geval gezegd wie dat wij denken dat het wel moet zijn. Namelijk of Rocky of René. Wie is de Mol? Als je één naam mag noemen, Wie is de Mol? Absoluut niet. Voor jou. Splinter. Splinter, oké. Dan ga ik Charlotte zeggen om de eerder genoemde redenen allemaal. Dan wil ik jou voor nu in ieder geval hartelijk bedanken voor de nabespreking van aflevering 7 met mij. Ik heb er erg van genoten en dan zie ik jou vrijdag weer voor de Q&A. Helemaal goed. Ja, dat was het weer voor deze video, maar niet getreurd. Ik ben heel snel weer bij je terug natuurlijk. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, abonneer dan eventjes. Laat een reactie onder in de comments hier beneden. En dan zie ik je heel graag de volgende keer.